verschillende gemeenten zoals Den Bosch willen een vuurwerkverbod zien. Hoe denkt u daarover? Nou, ik ben niet zo'n grote voorstander van verbieden. Want ik vind dat je in eerste instantie moet kijken of mensen het samen met elkaar kunnen oplossen. Maar als ik kijk naar het feit dat vuurwerk afsteken al verboden is tot 6 uur 's avonds op oudjaar. Dus het is eigenlijk al verboden. En als ik zie de hoeveelheid rotzooi, overlast, ellende, zaken die kapot gemaakt worden, loopt het op dit moment in Nederland zo uit de klauwen dat ik langzamerhand wel voor een nationaal vuurwerkverbod ben. En waarom zeg ik nationaal? Omdat dat het beste is als je in het hele land hetzelfde regelt. Want als in de ene gemeente het anders geregeld is dan in de andere gemeente, dan loop je het risico op een zogenaamd waterbedeffect. Dus in de ene gemeente mag het niet, dus dan gaan we het in de andere gemeente doen. Dus ik zou er een voorstander van zijn als we dat landelijk met elkaar regelen. Oké, en krijgt de gemeente veel klachten over het gebruik van vuurwerk? Ja, de gemeente heeft dit jaar meer klachten gekregen dan andere jaren. Ook veel vroeger klachten gekregen. Dus de overlast was al veel eerder dit jaar dan in andere jaren. En wat we ook zien is Vught, als je kijkt naar de bevolking van Vught, zijn daar wat meer oudere mensen dan in andere gemeentes. En vooral ook mensen met een visuele beperking, die dus bijvoorbeeld slecht zien. En dan is de schrik extra groot op het moment dat je in één keer een knal ergens hoort, hè. Dus we hebben veel meer meldingen gekregen en ze waren ook veel vroeger dan andere jaren. Ja. Oké, gaan deze klachten dan over al het vuurwerk of een bepaald soort vuurwerk? Nou, met name gaat het over het knalvuurwerk en met name over de zwaarte van het knal. Dus een rotje, ja, vinden sommige mensen niet leuk, maar daarvan kun je nog zeggen Allah. Maar je ziet wel de afgelopen jaren, met name ook dit jaar, dat het echt hele zware, forse knallen waren. Waar mensen echt heel erg van schrokken. Ja. Is er al nagedacht over een vuurwerkshow? Nog niet officieel. Maar ik denk wel dat heel veel mensen van vuurwerk genieten. Ik kan zelf ook heel erg van vuurwerk genieten. Als het echt een mooi siervuurwerk is. Dat vind ik echt heel leuk om te zien. Het verheugt ook de feestvreugde voor heel veel mensen. Dus ik denk als je met elkaar zegt van we gaan geen vuurwerk meer afsteken, individueel. Dan moet je ook met elkaar nadenken of je dan misschien op een centrale plek wel vuurwerk afsteekt. Op een veilige, professionele manier. Zodat iedereen die van vuurwerk houdt daar wel met elkaar van kan genieten. Ja. Dus een soort vuurwerkshow eigenlijk. Ja, ja. Een vuurwerkzone. Nou, nee, een vuurwerkzone houdt in dat toch iedereen weer zelf mag gaan doen. Ik zou dan meer voorstander zijn van een door professionals georganiseerde show. Dus op één plek waar het goed en veilig georganiseerd is en waar iedereen veilig, ook met kleine kinderen of met opa en oma, kan komen kijken naar het mooie vuurwerk. Zou het ook kunnen zijn dat u na gaat denken over een vuurwerkvrije show of een vuurwerkvrije zone eigenlijk? Ja, dat zou kunnen. Maar in eerste instantie vind ik dat men in Den Haag moet nadenken van als we nou zien wat er allemaal gebeurd is, als we de politie, de brandweer, de zieke auto en andere clubs en mensen horen van stop hier alsjeblieft mee zoals het nu gebeurt, dan vind ik eigenlijk dat ze in Den Haag moeten nadenken over wat spreken we nou af voor heel Nederland in de toekomst. Maar als men het in Den Haag niet doet of niet wil, dan vind ik dat wij hier lokaal moeten nadenken over, willen we dan in heel Vught geen vuurwerk meer, maar bijvoorbeeld wel een vuurwerkshow, of willen we in bepaalde gedeeltes van Vught geen vuurwerk meer. Maar dat is een gesprek wat ik dan natuurlijk ook met de mensen van de gemeenteraad heb, want zoiets regel je als je het niet landelijk doet, regel je het lokaal in de APV, en daar gaat de gemeenteraad over. Die bepaalt wat je wel en niet in de APV vastlegt.